We zijn op Mission Impossible. Hou er rekening mee dat hij vet sterk is. Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skywars. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met de enige echte Giel. En jullie vroegen mezelf, ik met hem weer eens een keer, wat was voor de eerste echte keer, laten we het zo netjes zeggen, of ik met Giel Skywars wou gaan doen. Dus tada! Alleen Giel heeft nog geen camera. Giel is cameraloos. Aww. Giel is Koos cameraloos. Koos cameraloos. Giel die heeft niet eens een camera, mensen. Moet je nagaan. Dus arme Giel toch. Hè? Dus misschien een andere keer heeft Giel een camera. We gaan er in ieder geval voor. Ik heb redelijk wat goede spullen. Waar ben jij? Ik zit er links van jou, als je naar het midden kijkt. Ja, oké, nice. Dan zie ik jou. Oké, kom even jouw kant op. Mm-hmm. Hoppatee. Gaan we kijken of we naar het midden kunnen komen? Of niet? Ja, weet je. Het midden heeft niet zoveel nut eigenlijk. Want heel veel mensen hebben toch ender pearls. Nee, ik heb er nul. Een extra punchbow? Ik heb... Kijk, ja, maar ik heb geen pijlen. Oh, ik wel. Je hebt geen boog. Hier heb jij de helft van mijn pijlen. Ja, dank je. Kijk, zo op die manier, dat noemen ze teamwork. Teamwork. Wist je dat er op elk hoekeiland een geheime vierde kist zit? Echt? Ja. Dat is, dat is het enige wat ik weet van deze map. Er zit een extra kist van. Ik moet die gast eruit zien te nokken. Hij denkt dat wij hem niet kunnen zien. Ja. Hij moet er toch bijna uit zijn? Hoe kan hij er niet uit zijn? Onze buurman. Hij heeft een muurtje erachter. Ja, hoe is het met onze andere buurman? Ja, ik wil eigenlijk eerst deze gast neerkillen. Omdat hij zo lekker aan het kamperen is. Kan jij hem onder, onder schot houden? Hij gaat even terugkomen, als je het weet. Ja, I know. Dat is altijd zo verraderlijk aan die jongens. Oké, de buurman is momenteel wakker. Zie je dat? En die ziet hem ook. Als je wacht om te schieten, als je iets hoger gaat, schiet hem af. Oké, doe je ding. Ja, hij is dood. Echt? Heb je hem doodgeschoten? Ja, de buurman is eraf. Alleen de meneertje boze buurman. Meneertjes boze Snorlax, laten we hem even noemen. Ja, hij heeft de Snorlax skin. Ja, ik zag het. Oeh, als jij had geschoten was ik dood, hè? Oh ja, het is... Ja, als jij had geschoten was ik dood. Ja, sorry. Ik moet oppassen. Huh? Zie ik nou iemand terugkeren daar? Ja. Oh nee. Pas op. Waarvoor moet ik nou oppassen? Ja, voor die dude die schiet misschien? Oh ja. Oké, nice, ik ben er. Ik haal hem onder schot. Hij mist. Ik zie hem terug. Oh, shit. Nou. Oh ja, ik zie het. Hier zit die kist. Ja, die ja. Die is goed verstopt. Hij is dus al gedoet. Oh, nice. Ik heb een extra chestplate. Hey Giel, zit er een sharpness 5 soort extra in? Ik heb een sharpness 2. Oké, ja, die is wel of 4 nice. Bedoel ik, sorry. Bad. En een schildje en een helm. Oh. Even kijken hoor, ik kan die gast niet vinden. Oh, hij zit nog steeds boven. Hij zit nog steeds op zijn campplekje. Wat gaan we eraan doen? Ah, hij probeerde mij eraf te schieten. Doe dat eens niet, jongeman. Oh, yes! Karma! Karma! Stop met de schietenpons. Oh, chips. Goed dat je het zegt, want ik ben net op dat eiland. Oeh. Schiet hij nog steeds? Tenminste, hij schoot net. Schiet hij nog steeds? Ja, hij ziet ons. Ik heb wel een super pickaxe. Hij heeft zijn boog gespannen. Spannend. Ja, dat is heel spannend, maar als hij me raakt, ben ik wel dood. Nou, we zitten het heen en weer lopen nu. Hij is omdat ik één keer op hem schoot. Goed gedaan, Giel. De nadeel van iemand omhoog. Ja, het nadeel van overbouwen is wel, als je iemand killt, krijg je geen pijlen. Nou, weet je wat het nadeel van iemand anders is? Heb je nou al je pijlen op? Nee, ik heb er nog 17, maar normaal... Oeh, wie schoot normaal kun je de pijlen op ja, het midden. Was jij dat of was hij dat? Was het midden. Je moet even zeggen als je bijna wil gaan schieten, ja? Hij gaat nu weer op jou schieten. Oh, ik ben op het andere eiland. Hahaha, too late. Too laat. Too laat, my friend. Die andere zit hier boven, hè? Nee, aan een andere eiland. Wacht. Wat doe je nou? Okay. Ja, hij zit te ver op het midden dan. Zo. Kom. Oh shit, Wordt een keihard beschoten. Oh, pas op, hij zit hier. Ik leid hem af. Waar zit hij? Daar, rechts van je. Kijk maar, je kan hem zien springen. Oh ja, damn, ik zie het. Ik heb geen pickaxe. Giel, pas op, van het midden wordt ook geschoten. Ja, ik zie het. Kap is. Kan je die gast hij weet niet dat je er bent. Heeft hij punchbow? Ja. Go, in, go. Wacht. Hij ziet me niet. Ik ben op sluipmissie. Ik ben ook op het eiland. Hoi. Heb je hem? Nice. Oh, dit is te geniaal. Oh, lol. Dankjewel voor de pijlen. Ik ga gewoon naar dat andere eiland. Boeien. Ik word even beschoten door die dude. Ik ben op het andere eiland. Ah, schiet ik op jou. En, oh, deze is niet geloot, deze geheime kist. Damn. Giel, ik heb een geheime kist waarschijnlijk. Nice. Ja, ik heb hem. Ja, dat is handig om te weten. Als je hem ook weghaalt, dan weet je zeker dat je dood bent. Ja, maar je moet hem alleen maar openen. Zo. Ik heb nog heb je genoeg pijlen? 19. Oké, kom eens hier. Hier, heb je een stack. Ja, denk je. Hoe kom je daar nou weer aan?
Ja, zoeken. Zat daar zoeken. Vet voor, ja, er zat hier vet voor pijlen overaf gestopt. We moeten nog twee man. Oké. Okay. Eentje zit op het midden dus, dat denk weten ik. We, ja. Oké, okay, dan hebben we dus één probleem. We moeten... Of... We moet, laten we voor die gas gaan, hè? Die nog leeft. Ja, dat is meestal handig. Nou ja, die hier één eiland verderop zit. Ja. Wat gaan we doen? Ik heb namelijk niet veel goed spul. Hij komt omhoog. Oké, ik verstop me. Ja, laat jij jezelf zien. Ziet hij jou? Ja, hij is hartstikke dood. Heb je hem dood? Ja. Oh, dat doe je snel. Ik heb namelijk niet veel bouwblokjes. Ik weet niet hoe het jou zit. Nee. Ik ben gewoon mijn eigen blokjes aan het verzamelen. Zit die gas nog op het midden? Ja, denk het. Ik zie hem niet meer. Heb je geen kompas? Ja, dan zie ik jou toch, pannenkoek. Oh ja. Als ik dan even van de map ren. Ja, doe dat. Je hebt het kompas wel? Ik heb een kompas, ja. Ja, haha. Oké, dan ga ik even iets verder weg. Nee, hij rent naar het midden weer toe. Via wat? Oh, daar. Pieuw. Oh, allebei net mis. Oké, we weten waar we naartoe moeten. Ga jij die kant langs, ga ik andere kant langs terug, ja? Oké. We zijn op Mission Impossible. Hou er rekening mee dat hij vet sterk is. Want hij heeft dat hele midden in zijn eentje geloot. Dus pas alsjeblieft op dat je niet doodgaat. Ja, dus is hier dus helemaal niks gebouwd naar geen enkel eiland toe. Zoals wel vervelend. Waarom is dat vervelend? Nou, dan moet ik bouwen en dan riskeer ik dat ik... Moet jij nog bouwen? Ja. Oh, dat is gunstig. Of hij focust jou of hij focust mij. Dus één van ons tweeën kan in zijn rug komen dan. Ja, dat klopt. Dus op zich is dat super gunstig. Ik zit weer op een hoekeiland, dus... Oh, hier, de secret chest is nog niet geopend. Nou, kijk, dat bedoel ik. Gewoon een notch apple, oeh. Echt? Ja. Dat is fancy. Hij is nog steeds op het midden. Ik ga weer verder. Hij kijkt ook niet of zo. Hij schiet niet. Hij doet niet ja! Weer. Ik heb hem! Ja, gek! Heb je hem gewoon geschoten? Ja, oh, wou net zeggen. Oeh, ik dacht dat hij bijna Fly-X had. Weet je hoe vaak wij dat tegen ons hebben gehad? Mensen met Fly-X. Ja, ik heb het gezien, ja. Giel, wat gaan we doen? We gaan op een 1 meter brede brug gaan we elkaar met de vuist afslaan. Nee, ik heb een veel leuker idee. Wat dan? Ga het eiland tegenover mij, ja? Ren terug naar het midden, naar een van die middeneilanden. Oh, eiland bovenop? Boven op de berg. Dat is shoot-off. Ja, precies. Dus vanaf de bovenste laag, 1... En ook wie als eerste geraakt is, zonder de af te vallen, is ook af. 7, 8, 9, 10. Gelijk aan het hoogste glas. Hoogste stuk glas van de dinges. En dan moet je gewoon... We kunnen ook op het glas staan. Kan dat? Ja, kijk. Hop. Oké, ik ga nu terug. Dus dan maakt het nog moeilijker, omdat je vanaf afstand bijna niet het blok ziet. Zo, durf je even dit kijken. Aan, deze battle? Ik denk het. Oké, deze kapot. Je hebt geen Optifine, hè? Nee. Ik heb ook geen 1 bot, niks. Ik heb clear Minecraft. Oké, mooi. Durf je dit aan? Dit is wel de strijd der strijden, hè, dit zo. Hoogte van het glas? En dan de andere kapot. Ook mocht je geraakt worden en je valt eraf en je overleeft het, om er een blokje van, dan ben je alsnog af. Ja, je mag gewoon niet bewegen. Mag ook maar 1 blokje staan. Ik heb ook maar 1 blokje. Ja, ik sta op 1 blokje. Als je me raakt, ben ik dood. Oké, ben je klaar voor? Je moet je shield afdoen. Nou, heb ik die? Ja. Oh, lol. Goed, zo. Oké, ben je er klaar voor? Ja hoor. Gaan we om de beurt schieten? Nee, laten we gewoon tegelijk schieten, ja? En dan mogen we weer tegelijk en dan weer tegelijk, ja? Ja. Oké. 3, 2, 1, go. Oeh! Volgens mij was ik ook best close, hè? Ja, je moet iets hoger schieten. Ik help je gewoon. Oké, jij ook hoor. 3, 2, 1, go. Oeh. Jij moet hoger. Ja, jij ook. 3, 2, 1, go. Dude, dit is echt zo lastig. Oké, 3, 2, 1, go. Oeh. Oh, was ik bijna raak? Ja. 3, 2, 1, go. Maar die pijlen die zijn random, hè? Af en toe gaan ze schuiven. 3, 2, 1, go. Hoe kan ik jou nog niet raken? Ben ik te ver of te laag? Te laag. Echt? Oh, dan kun je het niet raken waarschijnlijk. 3, 2, 1, go. Nu dan? Ik kan niet zien of ik je raak. Nee, jij bent ook te laag nog. Maar wat ben ik dan? Te laag. 3, 2, 1, go. Oh, hij ging net onder mijn blokje door. Oh, verdorie. Maar ik kan je niet eens meer zien op het scherm. 2, 1, go. Deze moet raak zijn. Deze moet raak zijn. Nope. Oh, wat ben ik dan? Komt die van mij in de buurt? Nee, je bent veel te laag. En ik dan? Ja, die kwam ook te laag. Oké, 3, 2... Oh, je hebt al geschoten, lol. Oh, sorry. Maar ja, er komt mijne nog. Schiet jij maar. En? Ja, ook te laag. Nee, voor zover kunnen we niet komen. Okay, ik ga ook een eiland dichterbij. Laten we... Nee. Blijf staan. Oh. Oké, dan gaan we dus... 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blokjes naar voren. Nou, en de 8 hakken we weg, ja? Ik heb niet zoveel blokjes. Niet? Nope. Hoeviel blokjes heb je dan? Oh, shit. Oké, viel dus weer. Als je mij nu raakt, ben ik gewoon een pineut. Ik val gewoon keihard naar beneden. Nee, maar dat ga ik niet doen. Moet wel eerlijk blijven, hè? Giel heeft geen blokjes, hoor. Jongen. Ja, sorry. Ik moest net 3 eilanden verder bouwen. En het wachten is weer op Giel. Ik ga gewoon iets dichterbij staan voor je eilanden. Dat is makkelijk, hè? Ja. Wat? Really? Nee. Hoeveel blokjes heb je nog dan? Ja, niks. Waar wil je gaan staan dan? Op een eiland dichterbij. En dan? Ja, dan is de afstand alleen korter. Oké, nou, gaan we ergens staan dan. Meneer heeft geen blokjes, maar bouwt ondertussen met blokjes omhoog. Ja, omdat ik die net gehakt heb. Ja. Dacht kijk, ik al. Ik heb gewoon een super pickaxe, dus ik hak even de steen. Oh ja, nice. Nou, go. Gras omhoog. Kom op. Ja? Ja. Je moet nog hoger, hoor. Ja, maar ik... Okay, maar niet. Ik heb geen blokjes meer. Kom maar. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, jij bent te hoog. 3, 2, 1, go. Jij was te laag, trouwens. Echt? Oh, jij bent te hoog. 3, 2, 1, go. Wat was ik? Net te laag. Jij bent te hoog nog. 3, 2, 1, go. Oeh. Oh, jij was ook close. 3, 2, 1, go. Jouw pijl komt tegen mijn blokje aan. 3, 2, 1, go. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1, go. Deze moet raak zijn. Ja! Doei! GG! Nice! Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze Skywars. Vond je het leuk? Druk op duimpje omhoog. Volgende keer zal Giel proberen een webcam erbij te hebben. Dus hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuw Skywars. En zeg ik tegen jullie mensen altijd, ciao!